even stil. Ja? Hardwerkende Alissa. Al vanaf de kleuters met twee broers. Eén ouder, Max. En één jongen, Morris, op klavertje 4. En volgens mij, alle met veel plezier. In de klas een lieve, stille, sociale meid. Altijd hardwerkend. Die bij rust in de klas het best gedijt. Je bent voor elke groep en leerkracht een welkome gast. Een leerlinge die in elk tafelgroepje past. Behulpzaam, lief en erg sociaal. Ja, wat wil je als leerkracht nog meer allemaal? Een hardwerkend, slim en meedenkend kind. Wat in alle aangeboden taken wel iets positiefs vindt. Je had nog wel eens last van gekke klachten. Ik voel me niet zo lekker. Ik heb buikpijn. Toch was ik van mijn hoofd. Maar kwam dat toch vandaan? Afijn, we hebben het geloofd. Veel dingen bleek, vond je best bang. En moest een van jouw ouders, meestal moeder Esther, met jou mee. Een wandeling, voorstelling of de uitdager, vond je dan wel oké. Het laatste uitje dat ik me kan herinneren, was een uitje naar Dansstudio Max. Op de fiets. En zelfs dat vond je in het begin maar niet. Fietsen met mama, gelukkig wel op je eigen fiets, klapte natuurlijk jouw band en we moesten jouw fiets laten staan aan de kant. Daar kwamen de tranen. Hoe moesten we nou door? Mama wist de weg, dus die fietste voor. Dan maar achterop bij mij. Daar aangekomen was je gelukkig weer bij. Het dansen is sowieso één van je favorieten en kan je erg van genieten. De rol in de musical als meisje, en ik weet niet hoe ik het uitspreek, Damilia, heb je toch, Jamilia, heb je ook heel goed gedaan. En je hebt ons alle versteld doen staan. Ook de keuze voor een VO-school was niet zomaar even iets. Alle kinderen hadden al gekozen. Maar jij wist nog niets. Met het woorden met vriendinnen. Of toch gouden waterbroer Max zich wel kon vinden. Alle scholen werden bezocht. En alle voor- en nadelen naast elkaar gelegd. Afijn, voor jou nog wel eventjes een gevecht. Het is uiteindelijk toch het Antoniusprijs in Gouda geworden. Vind ik wel fijn. Want dan kom ik je fietsend op de dijk nog wel eens tegen. En kunnen we elkaar een fijne dag wensen in zon of regen. Gelukkig zit Morris nog een tijdje op klavertje 4. En zien we je hopelijk ook nog eens hier. Heel veel succes van Jean en Anne. Lieve Luna, volgend jaar september, Lisa, nee Luna, Lisa, of Luna, nee, ik ja, begin met een L, ja, handig hoor, Marnix en Maureen, M&M, bedankt. Maar nu twee jaar later weet ik het heus wel. En ja, er is zeker gelijkenis tussen jullie, maar je verschillen ook heel veel van elkaar. Maar het gaat vandaag om jou. Dus met Luna, nee Lisa, oh nou ja, en de rest van je familie zijn we nu al eventjes klaar. Ik had soms met je te doen. Heel makkelijk was het qua lesstof allemaal niet. Maar je deed je best en als het niet ging, dan leek het alsof jij het gewoon achter je. Soms kwam je iets vragen, maar meestal loste je het zelf op of vroeg het iemand anders. Je hebt het waarschijnlijk niet doorgehad, maar jij was van groot belang voor de vriendschap. In iedere groep ben jij een bruggebouw. Een cement tussen de stenen. Jij lijkt in balans. Je bent eerlijk. Je kijkt het allemaal eens aan. Je geeft je mening en trapt niemand op je bek. Integendeel, je bent sociaal. Je houdt rekening met anderen. En je bent hulpvaardig. Lisa, nee, Luna. Een type stille wateren, diepe gronden. En ondertussen een rustige Mona Lisa met heel veel plussen. En die ook nog eens kan kussen. Een digitale armbandjesverkoper en een kindersurprise freak. Heel leuk. Ik heb de laatste weken enorm van je genoten. Knettergek.
en niet te begrijpen. Je ging soms helemaal los, rustig zittend op je stoel, maar het wel kan aan messen sluiten. Lieve Luna, ik wens je heel veel mooie momenten daar in Montfort en kom alsjeblieft nog eens langs op klavertje 4 om te laten zien dat je best wel scoort. Ja, sorry. Ja. Gelukkig heb ik ook nog iemand om naar te spreken. Want Luca is nu thuis, dus ik ga toch eventjes richting Luca praten, een beetje naar de camera en een beetje hier. Nou Luca, daar komt het dicht. De verborgen glimlach. Lieve Luca, al vanaf groep 4 werken we met jou. Iets wat ik voor altijd onthoud. Je was druk, onrustig en deed een beetje mal. Samen met Seel en Rayaan was het echt vaak bal. Jullie maakten het zo bont dat op een gegeven moment iedereen op zijn eigen plein stond. Ja. Niet meer in de pauzes met elkaar spelen. Ja, dat ging jou snel vervelen. En daarna kwam de verandering, meer introvert. Steeds stiller is wat je werd. Je stelde geen vragen en vroeg niet om hulp. Je kroop steeds verder in je schuld. We zijn je gaan belonen en hebben veel met je gepraat. Zodat je nu veel beter je mannetje staat. Je stelt ons nu vragen en soms wat te veel zelfs de laatste dagen. Je wilt weten hoe de wereld in elkaar zit. Of hoe heet ook alweer van Paris Saint-Germain, de mid-mid. Soms nog zit je hoofd vol en houd je ons en jezelf ook een beetje voor de gek. Je bent dan niet lekker, pijn in je buik of kletst uit je nek. Je bent dan eigenlijk op zoek naar overzicht en rust. Deze zaken zijn voor jou een must. Soms lijkt je wat schuchter en zit je niet lekker in vel, maar echt, we zien stiekem jouw glimlach wel. Hij is er misschien niet zo vaak en zit wat verborgen, maar als jij lacht, dat is het beste gevoel dat je ons kan bezorgen. Jouw glimlach, hoe klein die ook mag zijn, zegt zoveel, subtiel en fijn. Maar de laatste tijd is deze glimlach er gelukkig steeds vaker en zelfs hardop. Zo zien we jou het liefst en dan ben je top. Hou dit vol, Luca, heb plezier en lach. Gun jezelf dit het liefst elke dag. Het is nu echt tijd dat je gaat, al is het maar omdat je mij soms met voetbal verslaat. En ook heb ik je zelfs laatst geschopt, mijn voet wat te hoog en jij omlaag gekopt. Hier was het. We hebben er heel hard om gelachen, allebei. Maar jij, Luca, jij nam schitterend wraak. Een pannen en schot en hij was ook nog raak. Met een droevige smijting voor mij. Ook het zinnetje, Luca, wil je niet zoveel praten, betekent dat het hoog tijd is om ons te verlaten. Ga, Luca, naar Parijs en naar Paris Saint-Germain. Naar Ajax en stadions die ik nog niet ken. Ga naar de Berg en Bos, waar je voetballen mag. En doe dit alles met die mooie glimlach. Kom volgend jaar nog eens langs voor een potje voetbal. Ik zal je niet laten winnen, maar dat weet je al. Liefs, van ons. Lieve Nino, waar zal ik beginnen? Ieder jaar zit er wel iemand in de groep zoals jij. Onmogelijk, hemeltergend, stronteigenwijs, maar net zoals bij het getij is er naast de vloed. Oké. Afscheurend lief, aanhankelijk, humor en een hoop verstand. En al vrij snel tijdens de uitdaging groeide tussen onze goede band. Ondanks je moeite met autoriteiten en eisende mensen wilden wij, we waren toen Lieke en ik, die graag bereiken. Eens kijken hoe je tot rust en nadenken kon te krijgen zonder te gaan zeiken. Want jij bent het voorbeeld van een ruwe bolster blanke pit. Soms een grote mond, bij sporten iets te fanatiek, maar ook dat er nog iets anders in je zit. Heel goed met kleine kinderen, een kanjer in rekenen, in crea een kei. Niet. Wel in Fortnite. En met een steek van Loesje maak je Nino enorm blij. Zo zien we je graag op je gemak. Geen gedoe aan je hoofd.
vanaf thuis videobellend of op school met zachte stem naast me over je weekend vertellen. We vroegen Agnes ook om met jou en je dysorthografie aan de gang te gaan, ter vergroting van jouw welbevinden. Vandaar dat we hier nu samen staan. Ja, en 2 maal per week mocht ik jou uit de klas pikken. Onder cijfers van spelling en begrijpend lezen wat op te krikken. Tja, en spelling is niet jouw meest favoriete vak om aan te werken. Niet bepaald de activiteit om onze band te versterken. Maar ik moet zeggen, je zeurde nooit en werkte serieus. Eigenlijk best wel ambitieus. Hou vast die ambitie, Nino. Doe af en toe een reflectie en ontwikkel je politie. Maar voor nu is het voor jou eerst vakantie. Maar lieve Nino, niet wat ik je heb gezegd dat ik me gedurende deze jaren erg aan je heb gehecht. Alle twijfels aan de kant. Jij kan echt veel meer dan je denkt. Een nieuwe start is wat het Kalsbeek Schilderspark jou nu schenkt. Ga lekker aan de slag. Wij wensen je veel voetbal en plezier. En kom maar eens binnen als je je broertje ophaalt of zo. Hier op het handje vindt. Een beetje een drama kreeg, dus alles even lekker overdreven. Van een redelijk rustig meisje naar een echte prepuber die niet op haar mondje is gevallen. Soms kan ze een flinke sneer naar je toe knallen. Het meest genoot ik nog van je vrolijkheid en je glimlach. De laatste tijd toch wel eens wat moeite met gezag. In de klas praten, maar bij rekenen toch nog wel een aantal hiaten. Zet je schouders eronder en vraag om hulp als het niet lukt. Ik weet zeker dat je daar zelf de vruchten van plukt. Dansen kun je ontzettend goed en is je favoriet. Wellicht ooit een dansopleiding voor je in het verschiet. Fietsen, dat ga jij volgend jaar. Helemaal naar om de hoek, dat wordt echt zwaar. Hetgeen is heen, daar voel jij je helemaal op je plek. Nou mensen, maak je borst maar nat voor deze kwek. Het klavertje 4 laat jij nu gaan, maar hopelijk is ons contact nog niet van de baan. Victoria, wat jij? Lieve Victoria, je bent een lieve en vrolijke meid, die van dansen houdt, zo op zijn tijd. Bij jou inmiddels een hele eigen stijl ontstaan, wat mensen ervan vinden, daar heb jij gewoon scheid aan. TikTok hier en TikTok daar. Zelfs tijdens de les. Ja, nu is dat even klaar. 2 jaar geleden ben je ons op school gekomen. En zonder moeite kon jij gemakkelijk bij ons instromen. Stille wateren hebben diepe gronden is een spreekwoord passend bij jou. In de klas genoeg vriendinnen, al heel gauw. In de musical als moeder, onder de indruk van alle dieren. En als de bakfietsgirls gek worden van de fans die om jullie gieren. Een harde werker, dat ben jij. Hopelijk is dat straks nog niet voorbij. Je taken goed voor elkaar. Zonder soms iets te vragen was jij al heel snel klaar. Klaar met je 4 ga jij nu de rug toekeren. Om op de Kalsweek nieuwe dingen te leren. Ik wens je heel veel plezier. En onthoud, je bent altijd welkom. Jeetje, daar, wat ben jij van ver gekomen? Van 5 naar 1 en zomaar naar de 6-jarige HAVO doorstromen. Dyslexie geconstateerd en naar mij verwezen. Jaren geoefend, hè? En met lezen. Met spelling en met lezen. Maar het resultaat daar ben jij helemaal in. Die cijfertjes daar, die zijn eigenlijk helemaal niet zo van belang. Want deze jongen, die gaat toch zo lekker zijn gang? Zelfstandig, gedreven en gemotiveerd. Tjonge jongen, dat vind ik jou een hoop geleerd. Ja, je bent uniek. Een kletskous en spontaan. Ik heb van je genoten, Daan.
Ik ben nog wel even benieuwd naar die joggingbroek die je altijd aan hebt. Ik schrijf weggegooid misschien, maar gaat die weggegooid worden misschien? Ben je nou nooit meer gezien? Nou, elke dag. Even kijken, op woensdag een heel pakje koekjes voor jou alleen. Maar zo lief als Daan is, deelt hij de koekjes uit aan iedereen. Als je pilletjes uitgewerkt, dan ben je de bewegelijkste van de klas. En ook nog een enorme grapjas. Mijn hulpje, als ik thee wilde hebben, zorgzaam, gevoelig en heel veel voor anderen over hebben. Ik zal je verhalen en je doorzettingsvermogen missen. Vertel je over een tijdje ook, van je belevenissen. Je gaat naar de Kalsbeek en laat Klavertje 4 gaan. Het is tijd om je vleugels uit te slaan. Nou, meneer Kees de Vries in de luxe broek. Ik kijk een sprekers in Dordt. Of eigenlijk toch maar een gewone fietsenmaker uit luxe broek. Mensen zomaar bedriegen, dat is niet voor de boeg. In het echt, sociaal inlevingsvermogen en oprecht. Als goed voornemen tijdens een weekopening, minder aan mezelf denken en meer aan anderen, heb jij ooit gezegd. Sporten is op school jouw favoriet, maar soms ook wel dansen, toneel spelen en het zingen van een lied. Ook al geef je dat zelf nog niet toe, maar ik vind het wel. Fanatieke lied en hard kunnen gooien. En als er vals wordt gespeeld, soms nog een beetje over de rooien. Af en toe een beetje humeurig als het net niet gaat naar je zin. Oh nee, sorry, ik zeg het verkeerd, anders ga je het niet. Af en toe een beetje humeurig als iets niet naar je zin ging, dan maar met een boos gezicht aan je tafel hing. Soms is het niet zeker of Ralf alles heeft meegekregen. Dat heeft dan vast aan de juf gelegen. Een warhoofd eerste klas. Volgend jaar even checken, zitten al die spullen wel in je tas? Ga er daar op het Antonius flink tegenaan, want helaas moet ik je nu toch echt laten gaan. We hopen je nog eens te zien. Om je mooie cijfers te showen misschien. Lieve Dax. Dax, de stoelste meisjesnaam die helemaal past bij een chick als jij. Twee jaar geleden kwam je naar de Vuur Salamanders. Ik was reuze blij. Net Storm als mafiosi in de musical gehad en nu zijn zusje in de klas. Judith had me voorbereid en had gezegd hoe bijzonder. Ondanks alles voelde ik me tijdens het schrijven van dit gedicht wat onmachtig. Het is namelijk moeilijk Dax te vatten. Je bent wat raadselachtig. Ik zie je met een rijstwafel of een stuk groente. Je vindt jezelf te dik. Dan kijk ik naar jou, je mooie kop met grote lach en ik denk, die is nog een snik. Echte schoonheid zit van binnen. Een cliché, maar zo waar als een koe. En dan zie ik je weer heerlijk kletsen en knusselen, samen met mijn moe. Drie kippen op een stammetje. Peppy uit Breda vergeet jou echt niet. Jouw aandacht, zorg en openheid is dan hetgeen een buitenstaander ziet. Je bent volkomen eigen, lijkt niemand echt nodig te hebben. Heel uniek, om je heen altijd andere kinderen, soms één, soms een hele kliek. Het maakt je niet uit. Je blijft bij jezelf, je werkt alleen of samen op de gang. Maar ik zie soms ook dat kleine meisje, behoefte aan een arm of een aai over haar wang. Je twijfelt over breuken, zucht en steunt veel, maar komt toch niet naar ons. Crea of taal daarentegen, dat vreetje gelijk water is voor een spons. Het rijdt maar, het is niet. Lieve Dax, je hebt zoveel kwaliteiten, maar lijkt ze zelf niet altijd te kennen. Aan het feit dat wij denken dat je op de haven thuis hoort, of over, lijkt jij niet te kunnen wennen. Kalsbeek Schilderspark krijgt aan jou een geweldige leerling. Maar voordat je gaat, beloof ons alsjeblieft nog één ding. Doe Ab, Marieke en mij en alle andere collega's een groot plezier. En kom snel weer eens langs om een lichtje of een ding of zo te halen. Bij ons. Op een plezier. Onzeker Elie. Twee jaar geleden overgekomen van de Maria. Een overstap is altijd lastig,
maar voor jou, halleluja. Je bent zo eentje van stille wateren, ik heb er meer voor, soms moeilijk te peilen en dat terwijl je gezicht vaak goed delen spreekt. Als iets te moeilijk lijkt, is je uitdrukking. Niet te moe zijn. Wat als een stof door je onzekerheid heen breekt. Een glimlach als Mona Lisa van Michelangelo. Echter in de belangstelling staan, vind je maar sowieso. In het begin afwachtend. Maar de vriendinnen van hockey gaven je een boost. En natuurlijk je zelfvertrouwen. Als je door had, hoe het moest. En lief, je bent een hardwerkende leerling. Die als er eenmaal voor gaat, voor het maken van een afscheidsboek, gewoon om 8 uur in het klaslokaal staat. Ook op sportief gebied, sta je je man en laat je met hockey en zeker ook met voetbal zien wat je kan. Bij het indelen van de teams ben je veruit favoriet, omdat iedereen in jou een sportieve aanwinst ziet. Je bent half Turks en spreekt naast Nederlands ook de Turkse taal. En het is best lastig, een pap in Turkije. Dat snappen we allemaal. Zeker als dan jouw hondje op zo'n grote afstand overlijdt. Maar leef lief en lief. Alles komt goed. Het kost even tijd. Veel reizen maken naar Afrika en Noord-Amerika is één van jouw dromen. En kinderen in arme landen helpen. Ik hoop voor jou, maar ook voor hen, dat dit ervan zal komen. Hieruit blijkt maar weer wat een sociaal mens je bent. Het is zo jammer dat je jezelf nog niet zo kent. Aan jouw HAVO-eindadvies heb je zelf keihard aan gewerkt. Frans-Jan, alle klasgenoten en ook ik hebben dat gemerkt. Want jij zat eenmaal in jouw flow, mocht niemand je storen. Dan had je een go. Hey lief, je gaat ons verlaten. Je gaat naar het Nienke Malaan. Het is altijd lastig om zo'n gedreven leerling te laten gaan. Hopelijk gaan we nog wat van je horen. Misschien in het Nederlands vrouwenelftal bij het koren. Maar hopelijk kom je ook nog eens naar hier. Gezellig kletsend op Klaaf TV'er. Lief Edith, succes met alles van Jan en Anne. Lieve Fee, 2 jaar geleden zagen we elkaar bewust voor de eerste keer. Ik kende je nog niet, je leek wat timide, maar inmiddels weet ik, je bent zoveel meer. En je hebt lef, want als enige, volgens mij tenminste, kies je voor 2-talig onderwijs op Antonius. En daar ben ik blij mee, want dan kan ik ook al mijn English skills kwijt. Dus, ik kan zoveel dingetjes over je vertellen die me proud maken. Maar the most important vind ik je betrokkenheid. Die kan mij echt raken. Every morning was je als eerste met Jules. Present tijdens de digitale lessen. And your unbelievable, soms bloedirritante nieuwsgierigheid, ja, kan je ook zien als een diepgewortelde interesse. Je kan zonder te vragen heerlijk unexpected uit de corner komen. Zoals dit armbandje dat je ineens van je vakantie vandaag meegenomen. Ja, dat vind ik leuk. And your care for invalid birds is aandoenlijk om te zien. Een manke duif, een weeseend, een zieke albatros, een eagle of birdie. Met of zonder handicap, je hebt echt gewerkt als een paar van 6 stappen. Dat is een handicap van God. Ja, ik heb gegoogeld. Met of zonder handicap, je hebt echt gewerkt als een paard. Dat hardloopsters, doen ze ook, geen doodloopsters zijn, bewijs jij. Je hebt je best part tot het laatst bewaard. De laatste maanden ben je een echte best annoying puber. Tijd is om aan en your wings uit te slaan. Lieve Vee, you don't get it for free, maar toch kan jij denk ik alles aan. Je hebt 2 supporting kei van parents achter je staan. Blijf geloven in jezelf, dat doen wij ook.
en geef het Antonius de best you can. Hopelijk zien we je ook hier snel terug, want je blijft onze eigen honing. Wat? Lieve Mandy, dit jaar de overstap naar de boomkikkers gemaakt. Volgens mij heb jij je dit jaar meer dan goed gemaakt. Lieve, verlegen en rustige meid. De op één na oudste van de school, dus het is wel tijd dat jij ons verlaat op deze leeftijd. Met het schaamrood op je kaken zal je klassikaal niet zo snel spraken. Maar hard werken, dat kan je wel. Het liefst zo vlug mogelijk, snel. Maar soms maak je er ook ietsjes te makkelijk vanaf. Dan ben je zo snel mogelijk vrij af. Neem je tijd en stel je vraag als je er niet uitkomt. Want je bent veel meer verrukt als het je wel is gelukt. Ook als je ergens mee zit, trek dan tijdig bij je mentor aan de bel. We vinden het namelijk allemaal belangrijk, een Mandy die goed zit in haar vel. Kader op het Welland, tussen alle dieren, daar zit je helemaal op je plek. Aan liefde voor dieren echt geen gebrek. Mandy, ik wens je heel veel plezier. We gaan je missen hier op graag. Geen nee, want dan kan een ander helpen, word je zelf ook tevreden.
Klavertje 4 ga je nu de rug toekeren om op de Galsbeek nieuwe dingen te leren. Ik wens je heel veel plezier en onthoud, je bent altijd welkom hier. Lieve Pepijn, zoals het spreekwoord ongeveer luidt, veel wind wordt gevangen door hoge bomen. Omdat je zo'n kanjer bent, hebben we, om mee te blazen, Edith gevraagd mee te komen. Van je lengte moet je het nog niet hebben. Maar van je inhoud des te meer. Goed en reflecteren, maar kan zijn muntjes minpunten compenseren door te gaan in het verweer. Fanatiek in sport en spel, gezelschapsspellen, hockey. In de bergen, in de winter, op de snow, op de ski. Analytisch sterk op inhoud, hoofd en bijzaken. Bij vertrouwde methodieken zal je niet zo gauw de weg kwijtraken. Als de opdracht open wordt of creatief in denken, word je niet meer zo bediend op je eigen denken. Dan word je onzeker en weet je niet zo goed waar te beginnen. Je riep onze hulpman in om samen iets te verzinnen. Je zuchtte wat, je worstelde, je kwam boven. Het is steeds belangrijk om in jezelf te blijven geloven. Stressles, bottleflip, een langzame knikkenbaan, Frans leren. Bermude, driehoek, smart games en leren programmeren. Je kan prima je mannetje staan tijdens het samenwerken en in de discussie. Absoluut klaar voor het VO is de conclusie. De laatste weken, Pepijn, hebben we je leren kennen als ook een lieve bezorgde kleinzoon. Met je verhalen over oma nam je ons mee in jullie leed. En ineens vroeg je, van Jean, kan ik goed zingen? Houd ik toon? Dat een ander klavertje vier. Dat ik goed kan zingen. Ja, dat was wel. Dat een ander klavertje vier. We zijn breed en aan al je kwaliteiten wordt gekregen. Nu ga je in Gouda verder bouwen aan jouw eigen ikke. En het gaat je zeker lukken. Maar lieve Pepijn, laat ons hier niet stikken. De zwijnen is aan tussen het Koornhert en de Leeuweringenstraat. Hier zo op de koper. En vertel de vuursalamanders hoe het je in je nieuwe leven gaat. Mag ik? Ja. Even staat klaar? Oké, ik heb twee beslissen. Sociale Jules. Als leerling van de vuursalamanders zit je nu een jaar bijna in de klas. Zelf had ik gehoopt dat het wat langer was. Gelukkig kende ik jou wat langer door mijn andere taak en zag je in de school best vaak. Je bent een hele hulpvaardige leerling op kaartje 4 en stort je vol overgave op de taak. Ook is het maar met oud papier. Even een klusje doen vond je nooit een punt. Een leerling die je elke leerkracht gunt. En niet alleen heb ik je gezien, maar ook mijn oren hebben je gehoord. Want je bent, ja, hoe zeg ik het netjes, graag aan het woord. Je geeft graag je mening, neemt deel aan ieder gesprek. Maar je bent niet alleen. Sst, vinger opsteken. Jules, het maakt me soms gek. Toch, moet ik eerlijk zeggen, ik ben het niet beu. Of dat het me verveelt. Integendeel, ik vond het ook fijn. Want we hebben leuke momenten samen gedeeld. Je kan aanwezig zijn, maar ook ontzettend lief. In opstand bij onrecht, bij kleine kinderen een hart lief. Fanatiek in sporten, ontdekkend op creatief gebied. En de laatste jaren lijkt het zelfs alsof je van hard werken geniet. Geweldig om te zien, die weer om te leren. Om zo'n hoger advies op de CITO te proberen. Helaas voor jou kon je dit niet bewijzen, maar jouw focus hierbij valt zeker te prijzen. Je moest het doen met ons advies voor het VO. Maar Jules, ik weet het zeker, met jouw focus lukt het sowieso. Laat ze op Antonius van jouw positiviteit en harde werken genieten. En heb veel plezier. Kom, je woont hier lekker dichtbij. Nog eens langs hier op tafel. Heel veel succes. Dat is het. Kom maar. Ik
Wat leuk! Charlotte, het werkt niet als je daar staat. Dan ga je het zo zitten doen. Eindelijk zijn we van de laatste van vier. Ik was er niet zo. En jij moet de liefste. Potjandori, wat heeft dat een energie gekost? En de ergste van de gozers, die zat aan het slot. Ja. En Maron, ik zeg even een tussenjaar, ik ben kapot. Nee hoor, Rosanne, Julia, nee ik bedoel natuurlijk Charlotte. Ik vind je een te gekke giet. Zo eerlijk als goud. Heel authentiek, zeer humoristisch en brutaal. Maar dat ben je niet. Alleen dat lange lijf zit je soms een beetje in de weg. En ook je muzikale voorkeur is, ja sorry dat ik het zeg, een tikkeltje vreemd. Een tikkeltje slecht. Moet jij zeggen? Dat rijmt niet op, dat rijmt niet op bij. Dus een tikkeltje vreemd voor een stoere chick met muts als jij. Want dames en heren, zeg je Charlotte, dan krijg je er altijd Nick en Simon bij. En ook Jules. Of toch niet. Is dat nu allemaal voorbij? Tegen wie zeg jij volgend jaar, pak nu maar mijn hand. Als je naar het Kruisbeek gaat. Vrienden en vriendinnen zat, maar ook wij staan altijd paraat. Van onze gesprekjes voor, tijdens en na school heb ik echt enorm genoten. Dan dacht ik, dit is wat ons vak op een Jenas Planschool zo mooi maakt. Dat je alles van een jong mens meekrijgt en dat me dat raakt. Jij neemt altijd het overal helemaal jezelf mee. Dat maakt jou, voor mij, een van de grote. Lieve Charlie. Zo schrijf je niet. Zo zeg ik. Dat is fout. Ik ben een kijk. Lieve Charlie, je bent een harde werkster. We hebben je op veel gebieden zien groeien. Nog ietsje meer vertrouwen in je eigen kunnen. Maar ik hoor jou zeggen, ja, boeien. We wensen je op het Bredius heel veel plezier. En zorg goed voor jezelf. En kom nog eens langs hier in de vuursalamanders op Klavertje 4. Lieve God, Ab. We zijn het. Lieve Alexander, in de klas een heerlijke vent. Makkelijk in de omgang, sociaal en een teamplayer, daar sta jij onbekend. Misschien wel de bewegelijkste van de klas, tijdens de gym over de grond glijden en vliegen door de lucht, lekker in je sas. Maar ook aan zijn tafel werkt deze jongen graag staand. Leuke gesprekken met jou en soms ook heel diepgaand. Meelevend, dat ben jij, al een goede kijk op de maatschappij. Op kamp groep 7. Even je schaamhaartje stellen. Jump-out, splendor, bij woordenboekspel, zelfstandig een doorzetter, niet altijd stressbestendig, soms iets te snel. In discussies rap van tong, een creatief denkvermogen. In het geestenspel een kei, je bent vervlogen.
Je zal nu een nieuwe weg inslaan. Blijf zo enthousiast en ga de nieuwe uitdaging aan. Veel succes. Ga je goed. Lieve Niels, deze gezellige jongen is bijna 2 jaar geleden bij ons op school binnenkomen stromen. Van ontzettend verlegen jongen naar iemand die helemaal uit de stulp is gekomen. Nu moet ik je soms zelfs intomen, want aan Niels en grapjes kunnen we soms niet ontkomen. Als het werk te veel is, houd je hoofd koel. Want dat het niet lukt is echt alleen je gevoel. Je bent een keiharde werker die ervoor gaat. Een heerlijk jongen, hij doet meestal geen vliegkwaad. Behulpzaam, sociaal en lief, maar dingen moeten niet te veel moeite kosten. Lekker passief. Deze jongen is al moe na het oplossen van een grap. Hijgen bij elke stap. Heel veel plezier daar op de Minken, Maan. Nog verder fietsen, wat aan. Pas je op dat je niet te moe wordt. Want er wordt volgend jaar ook met een hele zware tas geshort. Genoeg gegramd. Hopelijk zien we je nog eens hier op plaats. Laatste. Even kijken, lieve Davy. Dat was wel een mooi gesprek. Zullen we dat even? Ik kijk, lieve Davy, we hadden nogal wel eens wat struggles. Maar nu aan het eind een mooie band, iets waardevols. Je bent gegroeid tot een serieuze jongen. Ik ben heel trots op deze sprongen. Je hebt het vermogen om te reflecteren op jezelf, wat ik heel knap vind. Samen hebben we goede gesprekken gevoerd. Heb ik ondervind. Hard werken is een van jouw sterkste punten. Graag overal in uitmunten. Tijdens de gymles soms een behoorlijk fanatieke reactie. Maar dat was toch echt altijd een zinloze actie. Hornet, ga jij. Je basisschooltijd is nu echt voorbij. We hopen hier nog eens te zien. Ook op die mooie show. En ook ik wil nog even iets toevoegen op deze slotavond. Je hebt kruipetje 4 nu afgerond. Je bent een gedreven werker, eigenwijs en met gevoel. Enthousiast, overtuigd van eigen kunnen, rechtgaand op je doel. Bevestiging zoekend, graag de kader scherp, zeker met open opdracht, dan weet je hoe het werkt. Smart games, de stressles, de knikkerbaan, de hoogste scoren. Fanatiek met adrenaline, je wil bij de beste horen. Maar blijf bij jezelf, dan zul je ver komen. Jaag ze na, die toekomststromen. Veel succes. Ja.